gefeliciteerd. En wees er trots op. Ja. Ja. Ik denk dat jij er bent omdat wij een prijs gewonnen hebben. Wij hebben met ons fietsexamen, wat we in mei hebben gedaan, dat hebben we zo goed gedaan dat de wethouder net geweest is om ons te feliciteren met de gewonnen eerste prijs. Juist, en ik zie dat de kinderen allemaal een taartje hebben en ik denk dat ze daar wel heel blij mee zijn. Ja. Dat kun je beter aan hun vragen. Aan de stilte te horen zijn ze er heel blij mee. Ja, en dat gebak hebben we gekregen van de gemeente. Dat vind ik wel belangrijk om even te vertellen. Hoe is het gebak? Goed! Was het voor jou een verrassing dat jullie de verkeersproef gewonnen hadden? Ja, het was, het was wel een enorme... Ik had het niet verwacht. Ik hoor dat jij een echte rapper bent. Klopt dat? Ja. Dat doe jij graag? Mm-hmm. Maar op de fiets kan dat niet, hè? Nee, helaas niet. Maar je hebt het wel goed gedaan, die verkeersproef? Ja, dat had ik eigenlijk niet echt meteen van mezelf verwacht. Want ik fiets niet zo vaak. Oh, jij fietst niet zo vaak? Dus jij moet nog gaan oefenen? Als jij straks naar de middelbare school gaat, hoe ga je daar naartoe dan, lopend? Nee, ik kan lopend, maar ook fietsend. Ik denk dat ik ga fietsen gewoon. Oké, dat gaat wel lukken, denk ik, of niet? Ja.